Het is weer eens tijd voor iets nieuws op GamersNet en dat is namelijk het nieuws. Jazeker, we gaan hete nieuwtjes uit de redactie gaan we zo meenemen in de studio om even te bespreken. En er is namelijk iets gebeurd, Peter. Je schuift hier aan om het te hebben over Nintendo Switch Online. Ja, want de prijzen zijn bekendgemaakt. Ja. Van de online dienst van de Nintendo Switch. Want... Ja, Nintendo Switch Online heet die overigens gewoon, oké? Ja. En, want net zoals bij de PlayStation en bij de Xbox, mocht je een Switch hebben, je denkt, wij ontspringen de dans. Nee. Er komt ook gewoon een betaalde functie, een verplichte betaalde functie als je online wil gamen, voor de Nintendo Switch. En dat wil ik gelijk even met jou over hebben, Tom, want dat vind ik dus raar. Want mensen die nu Splatoon of Mario Kart spelen, die doen dat gratis. Ja. En die gaan straks in één keer achter de paywall. Ja, dat was overigens wat Splatoon 2 had ook moeten releasen al zeg maar tegelijkertijd met die online service. Die heeft Nintendo toen uitgesteld. Nu zeggen ze hij komt in september. En dan inderdaad, nu is er een periode geweest dat online games dus gewoon wel werken kosteloos. En ineens moet je daar dan, gaat er inderdaad een paywall voor. Moet je ik had het anders gedaan. Ik had gezegd als ik Nintendo was, alle oude games tot nu toe blijft gratis en vanaf nieuwe games gaan we geld vragen. Ja, goed. Maar nee, ze hebben het dus nu zo aangepakt. Ik moet wel zeggen, de prijzen die ze bekend hebben gemaakt, ik vind ze meevallen. Ja, maar als je iets gratis hebt gedaan en je moet dan gaan betalen... Moet je ook niet voor 60 euro gaan. Nee, maar dat doet altijd pijn. Ja. Dus 3,99 als je voor een losse maand koopt, 7,99 per maand als je 3 maanden koopt. Of nee, 7,99 voor 3 maanden of 20 euro, 19,99 voor... Een heel 65 dagen. Ja, maar dat is voor een enkel account. Er is nu ook een soort van speciaal familiepakket aangekondigd. En dat wil dan zeggen dat je voor 35 euro een jaar lang Nintendo Switch Online hebt. En dan kun je dan delen met 8 accounts. Dus stel je woont dicht bij je maten, zou je natuurlijk kunnen zeggen, jongens, we splitten dit gewoon onder 8 personen. Dan is het maar, weet je, 3,5 euro in het jaar. Lifehack. Je hoort het als eerst. Nou, daarover is nog niet alles bekend van hoe dat precies gaat werken. Of je dan op hetzelfde netwerk moet zitten of iets dergelijks. Want ja, natuurlijk een Switch neem je gewoon mee ergens anders naartoe. Dus dat zou dan ook daar moeten werken of zo. Het is allemaal heel apart, ook vooral omdat ze willen nog steeds werken met die smartphone-app. Ja. Dat is voor je communicatie heb je dus niet de Switch zelf, maar als jij wil partychatten met een vriend, dan doe je dat over een smartphone-app die je krijgt bij het abonnement. Ja, ik vind het niet raar. Ik vind dat leuk. Ik vind dat vooruitstrevend. Vooruitstrevend? Ja, ik vind dat tof. De kwaliteit is sowieso beter van het geluid van een smartphone ten opzichte van heel veel van die online diensten. En ze proberen weer eens wat anders. Iedereen heeft een smartphone en het is ook wel fijn om naast je game die smartphone te hebben, zodat je je dingen kunt aanpassen, niet in game, zodat je niet naar menu's hoeft in je PlayStation of je Xbox, maar op de Switch kun je dat gewoon met je telefoon. Ja, dat is oprecht heel handig, wat natuurlijk weer minder handig is als je het hebt over communicatie in een game. Als jij al met een headset op Splatoon aan het spelen bent en je wilt ook praten met de personen in je team, dan moet je ineens naar die app gaan, moet je daar ook een headset in prikken. Ja. Dat is een beetje omslachtig, daar hebben ze nog niet echt een soort van oplossing voor, misschien komen daar nog wel extra peripherals voor, maar ja, dat moet de tijd maar leren. Ja, nou ja. Ongetwijfeld, Nintendo is altijd heel erg goed in peripherals. Ja, dus je hem zelf kan vouwen. Ja, wauw. Ja, oh slim. Ik wilde nog één ding zeggen. Dat is nog er is een mooi detail, een mooi verschil tussen de online service van Xbox en PlayStation in vergelijking met de Nintendo Switch, is dat er natuurlijk games gratis te krijgen zijn. Ja. Dat heb je bij anderen ook. Alleen hier gaat Nintendo gebruik maken van zijn rijke historie. Ja, dan worden sowieso in september wordt het al gelanceerd met 20 NES-titels die een soort van klassiek retro op je Switch zou kunnen spelen. Daar zitten natuurlijk alle toppers in. Nou ja, in ieder geval, we weten er van 10 van dat ze er zijn. Lijstje kun je ook naartoe doorklikken natuurlijk. Maar het worden er 20. En waarschijnlijk wordt dat dan verder uitgebreid en komen er per maand een paar van die nieuwe NES of misschien wel SNES-titels bij. Vind ik vet. Ja, het is op zich wel, weet je, ze hebben al dat klassieke hebben ze al bewezen met die NES Mini en de SNES Mini. Het is ook wel mooi dat ze dat nu naar de Switch brengen, want ja, het apparaat kan natuurlijk makkelijk trekken. Ja, en Nintendo heeft niet de bibliotheek die Xbox en PlayStation heeft qua third-party games. Dus ze kunnen niet gratis grote games weggeven, maar nee. Dan doen ze gewoon pakketten met oude games. En dat is volgens mij voor niemand een straf, want dat is ook Nintendo zijn... Ja, een beetje klassiek hoort erbij. Nostalgie. Nostalgie, dat hoort bij Nintendo. Hartstikke tof. Overigens krijg je ook nog eens een paar kleine updates of een paar kleine toevoegingen met dat Nintendo Switch Online. Want als je ervoor betaalt, krijg je dus ook exclusieve ledenkorting. Dat lijkt dus wel veel op wat PlayStation Plus en Xbox Live Gold natuurlijk doen. Maar je krijgt ook cloud-opslag. Ja. Voor sommige games kun je dan dus schijnbaar je game, tenminste als je betaalt, in de cloud opslaan. Ik denk dat dat wel heel handig is, want die zitten toch, je save zit er zo gevangen op die Switch. Ja, zeker weten. Die kun je vaak ook niet meenemen ergens anders naartoe ofzo. Dat is heel apart. Nou, handig. Hij komt eraan in september, de online functie van de Nintendo Switch. Dit was de allereerste GamersNet News Update. Heb jij ons aangekondigd? Nee, niet echt, maar bij deze. Dit was Tom, ik was Peter. Ja, en dit is de GamersNet News Update. Gaan we dit vaker doen? Laat het ons weten. Ja, laat het weten in de reacties. Ja, en vertel ons natuurlijk ook wat je vindt van het nieuws en waar je op hoopt. Nintendo Switch Online. In het leven aan zich? Ja, nee, ik dacht Nintendo Switch Online. Maar ook in het leven mag je ons vertellen waar je op hoopt, toch? Kom maar door. Kom maar door, man. Ja. Dan komt er dan een... Wil je die mors echt gaan doen, hè? Ja. Yeah.